De Brokopondo waterkrachtcentrale zal eind 2019 door Staatsolie NV beheerd worden. Dit bevestigde de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akinboto, maandag voor de aanvang van de Raad van Ministers. De regering heeft voor Staatsolie gekozen omdat dit staatsbedrijf de deskundigheid in huis heeft om de dam te onderhouden. Nou, dat is een van de constructies die we hebben bedacht om in principe wat was aangegeven dat de dam onder een staatsbedrijf moest komen. Het opzetten van een nieuwe entiteit zal gebeuren, maar in een later stadium. Maar ook vanwege die specifieke garantie en zekerheid voor die arbeiders die daar werken, die financiële backing. Maar ook omdat Staatsolie ook wat technisch kader in huis heeft, is het goed wel om dat voorlopig daar onder Staatsolie te plaatsen. En daar is het model dat nu wordt uitgewerkt, zodat het daaronder terechtkomt. In ieder geval, zoals is toegezegd, dat het in een handen komt van een staatsbedrijf. Volgens de eerdere Brokopondo-overeenkomst zou de Alcoa tot 2033 de eigenaar zijn van de dam. Intussen zijn de Surinaamse regering en Alcoa overeengekomen dat de overdracht van de dam eind 2019 plaatsvindt. De NV Energiebedrijven Suriname, EBS, had ook belangstelling in de dam. De bewindsman motiveerde waarom er toch voor Staatsolie is gekozen. Vanwege de nieuwe ontwikkeling met de energiesectorplan, zoals u weet, daar is een autoriteit dat ingevuld moet worden. Is het toch raadzaam om dat anders in te richten, omdat de EBS ook in het traject een heleboel verandering zal ondergaan. Er komt straks wel een onderscheiding in opwekking en distributie van energie. Dus vandaar dat het raadzaam was om het liever onder te brengen in een andere aparte entiteit. Het valt weliswaar onder Staatsolie, maar het zal een aparte entiteit zijn. In welke entiteit? Dat is een NV. Het wordt een NV. Het wordt opgezet. De regering is bezig alles administratief goed voor te bereiden voor een vlotte overname van de dam.